Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Blazing Emerald. Als ik me goed kan herinneren, hebben we de vorige aflevering Fortress City verlaten. En zijn we nu op weg naar Mount Pyre. We hebben natuurlijk weer ons coole teampje bij ons. En we zijn redelijk hoog level. Ik ben benieuwd waar het eindigt. Waarschijnlijk zal het eindigen in de Pokémon League met hele hoge Pokémon, wat we niet gewend zijn. Kijk maar, de Reuniclus die zit al tegen de level 60 aan. Volgens mij is Loosmoff al level 60, volgens mij. Het is voor mij echt alweer een hele tijd geleden dat ik heb opgenomen. Dus ik ben ook een tijdje ziek geweest. Dus het kan zijn dat ik pittig moet hoesten zometeen. Maar dat merken we dan zometeen wel. Is allemaal niet echt goed, hè? Laten we hem maar potion jabben dan. Wacht, dit is wel goed. Je hoort het aan de hoest. Even kijken. Nou, laten we die Roserade kapot maken. Kijk. Nou, Roserade is al niet zo goed. Dus de kans dat hij dood ging was natuurlijk al erg aanwezig. Tentacruel was level 51. Heel ziek. Oh ja, en we hebben natuurlijk Tangela sinds kort. Dus die Tangela moet even proberen goed te gaan levelen door de XP share te gebruiken. Want die kunnen we voorlopig natuurlijk nog niet echt gebruiken in battle. Misschien kan ik hem wel poisonen met Poison Jab. En dan ook op Psybeam. Ik denk dat dat het meeste effect heeft. Ik heb hem niet. Oeh, hij crunched. Nou, dat is niet zo erg, denk ik. Nee. Psychische straal nu! We hebben nog een eitje bij ons. Ik ben benieuwd of die nog uit gaat komen en wat er dan in zit. Alleen onze laatste Pokémon voor in ons team, die kunnen we op Mount Pyre kunnen we die vangen. Dus we gaan eventjes kijken. Een naaldarm, oké. Okay. Het is een grasaanval, best oké. Okay. En een physical aanval. Oh, dat is Razor Leaf ook. Maar wel beter dan Razor Leaf. Dus laten we Razor Leaf vergeten en Leo Arm leren. Nou, dat is in ieder geval weer een leuke, hoe noem je dat? Een leuke move om te leren. Ik hoop dat Tangela snel bij komt om... zodat hij ook wat hits kan uitdelen. Hier nog een double battle? Ja joh, laten we die double battle gewoon maar doen. Niet al te veel battles overslaan. We zijn natuurlijk redelijk overleveld, maar dat is op zich niet heel erg. Het maakt het voor mij alleen maar beter om te spelen op die manier. We hebben hier een Shedinja en een Hitmonlee. Nou, nu kunnen we die Hitmonlee natuurlijk gewoon Psybeamen. Alleen kunnen we niet zoveel tegen die Shedinja doen met Tentacruel. Zo. Ik denk dat het handig is om een Skarmory te switchen. Hoezo kan Shedinja nou weer dik? What the fuck? Oeh, dat doet veel damage. Dat deed heel veel damage. Oké, de Hitmonlee is wel dood. Oké, die kunnen we met Psybeam ook nog wel aan. Ah, we zijn sneller dan die Shedinja, dat is wel jammer. Nu is Skarmory dood. Nee, Skarmory. Ik weet eigenlijk even niet welke aanvallen deze bitch kan, maar we proberen maar wat. Zo, Chen is gone. Oké,
Kijk, ik denk nog weer wat levels. Fly, dat is super effectief. Och, dat gezeik. En het regent, dat is ook al niet heel chill. Hebben we een paralyzed heal? Ja, doen we dat wel even. Kom op, doe wat anders dan dik. Hebben we nog iets interessants misschien? Oh, we hebben revives. We wachten dan even met degen. Of met flyen. Oh. Kijk, nu fluwen wij, dan gaan wij gewoon omhoog vliegen. Nou. Dat zal dood zijn, maar dat is niet zo erg. Oh, dan moeten we meteen switchen, dat is zo jammer. Allemaal door zo'n kutje, Jinja. Allemaal omdat ik nog eventjes die double battle wou doen. So sad. Zo. Tengela level 30. Hij is op de helft. Nou, ze zijn eindelijk gone. See you, Mingo! Oh, dit is een Cagliari. Nee, daar heb ik geen zin in om dat te doen. Oeh, wel een wilde Pokémon. Een Sentret, nota bene. Zo eentje met zo'n rondje op zijn buik. En dit is een Sandfriend met een ster op. What the fuck is dit voor een cirkel? Oké. Okay. Hele bijzondere cirkel. Nou, dan hebben we weer een vorm gezien. Zo. Let's go. Oh, fuck. Nou, hij moet er toch heen. Het regent hier in ieder geval niet meer. Dat is positief. Drie Pokémons. Een Vibratorfa. Nice, nou dat is één.
Dan komt er nog een vibrator van. Nou, die willen we ook al killen. Oh, ik ben geparalyseerd. Zo jammer. Hier, liquidatie. Tangela, level 31. Aria 2. Wat is het dan maar doen? Aria 2 is een enge spinning. Wij vliegen wel omhoog. Aha. Probeer een nachtschaduw te doen, maar dat werkt. Wow. Oh, hij miste. Ik wou wel zeggen. Ik word hier genaaid waar je bij staat, maar dat is gelukkig niet zo. Area dodging is gone. Since you've been done. Oké. Okay. Oh, ik wil jou niet in de pokine, want dan ga je mij bellen en ik wil niet gebeld worden door zo'n mangle. Oké, okay, we hebben een Hyper Potion. Die zullen vast wel van pas komen. Route 121. Dubbel. Oh. Kut. Nu is het nog geen dubbel bij de lane. Omdat hij niet op tijd omdraait. Dus klopt. Even kijken hoe ver we kunnen komen met surf. De helft, oké, okay, oké. Okay. Oh, nu doet hij de helft damage. Ah, het was net niet de helft, zo jammer dit. Yo, hoe durft hij mijn auto te stelen? Ik ben verschrikkelijk woedend. Oké. Okay. 11. Bennett. Doe die maar. Loose Moth. Gewoon op bijna level 64, hè. Deze mod is OP. Hier, Bennett is gone. Since Bennett is gone. Blijft een terugkerende quote-unquote grap die ik maak. Tangle level 32. Oh, en dan kan ik niet lopen, maar hij wel. Ja, spelen we zo. Wat een onzin. Bug Maniac Kill. Met een B-drill. I do be loving some B-drills. Hij persuit mij gewoon. Goed dat ik niet switch dan. Wat zo vlot. Weg met je B-drill. De volgende Pokémon is een... Oh, wel level 64. Butterfree. Overcharge. Oh, hij miste de hurricane. En ik mis niet de overcharge. Nou, lekker voor je, Butterfree. You be goning. Tangle level 33. Nice, nice. Maniac kill is gone. Oké. Okay. Och, zie je, ik zei net nog tegen zo'n ander gastje dat ik geen pokernerf wou, omdat ik niet gebeld wou worden en nu belt er alweer iemand. Groen haar mevrouw, welke Pokémon heb jij?
Is dit een Ace Trainer? Nee, Beauty Jessica. Met een Kecleon. Ik word gelikt. Nou ja, nu is je watertype. Overcharge! Oh, ik ben dood. Hij is een watertype nu, dus dan ga ik mijn grastype inzetten natuurlijk. Kijk. Hotse vlot. De Viper. Dan is het misschien handig om een andere Pokémon in te zetten. Nu ben ik trouwens Fairy, dus dat is ook gewoon slecht tegen Poison, dus dat is helemaal niet per se heel handig. We proberen wel Fly. Dan kan hij me niet raken. Met je Crunch. Oh, maar Crunch had toch geen super effective geweest. Niet super effective geweest. Oké, Survivor is dood. En Reuniclus is level 60. Engela 34. Oeh, Bramble Bash. Die willen we leren. We hebben Bramble Bash geleerd. Heel nice. Dat is om de volgende reden nice. Hij evolueert. Tangela evolueert. In Tangrowth, denk ik. Of heet deze anders? Nee, het is wel gewoon Tangrowth. Met puntige vuisten. Nice. Nu zo meteen een stuk sterker. Lekker Tangrowth. Oeh, Team Aqua. Oeh, zij kan healen toch? Oh, ik dacht dat deze hielde. Dat is een beetje sad. Er ligt een roze Pokeball. Interessant. En misschien mijn nieuwe encounter. Mijn laatste. Nee, niet mijn laatste edition voor het team. Dat zou mooi zijn, maar dat is helaas niet zo. Een Chimecho. Oké. Dus ook niet de laatste editie aan mijn team. Wat zit er in de roze Pokeball? Will-O-Wisp. Misschien is het pas als hij mistig wordt dat ik dan. Ja. Dat ik dan de Pokémon kan vangen die ik wil. Want volgens mij moet ik die wel hier vangen. Dit is hem niet. Maar we moeten eigenlijk heel eventjes kijken wat. Wat de Pokédex gebeuren zegt. Dat kan ik hier nu als het goed is zien. Er zijn twee Pokémon die ik nog niet heb gezien. Daarvan moet er eentje zijn als het goed is. Chuppet, dat is één van de Pokémon die ik nog niet heb gezien. En volgens mij is het de andere. Oh ja, ik kon versnellen, dat is wel makkelijk.
Oh, Haunter. Dat is de laatste Pokémon, denk ik. Maar dat was ook niet de Pokémon die ik bedoel. Ja, dat zijn wel de Pokémon die ik hier kan vangen. Dan moet ik dat toch even opzoeken. Laat ik eerst even een stukje verder gaan dan. Een Ultra Ball, nice. Dan gaan we eerst wel even vechten tegen deze Aqua Girls. Oh, boy is het. Een zeedraak. Lekkere tune. Nou, nice. Dat was die Aqua Grunt 1. Dewgong. Oh ja, dat is een heftige Dewgong, ja. Nou, ook de heftige Dewgong is gone. Dat is handig van een gras Pokémon hebben. Tangrowth level 35. Oh, nou dat was ook alweer de tweede. Dit is een makkelijk stukje, boys and girls. Nou, laten we de double battle ook gaan doen dan. Wat hebben we? Een Mightyena en een Quillfish. Volgens mij is die ook steel als ik me niet vergis. Ik kan proberen. Moonracer. In ieder geval de Mightyena gekilled. Door zo'n vee aanval te doen. Oeh, een scherpe pedo. Ja, dat dacht ik al. Oh, dat was zelfs een crit. Oké. Dat is super effectief. Dat moeten we niet hebben natuurlijk. Fruitvlieg hier, baba. Wow, Jet. Jet van L'Aqua. Nou, de scherpe pedo is dood. Gesmokt. Synthesis. Doen er ook niet veel damage. Dan gaan we toch gewoon even... Oh, we doen wel op Psybeam. Dat kan trouwens wel wat damage doen. Nu een goede typing. Dat is wel balen. Oké, Tangrowth komt steeds dichterbij met zijn levels. Golbat, oké. Is ook poison, dus dat komt goed uit. Nee, dat niet. Dan wil ik wel single die even. Zal niet zoveel damage doen, maar
Dat is niet zo erg. Dat doet wel wat damage. Oké, Golbat is ook gone. Nice. Nou, dit was al in ieder geval wat moeilijker gevechtje. Dat is wel leuk. Monies. Laten we de rest de volgende aflevering doen. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En ik zie je heel graag weer bij de volgende aflevering van Pokémon Blazing Emerald. Adios, amigos.